Mooi rood is niet lelijk. Rood, dat is een warme kleur die aandacht trekt en geassocieerd wordt met het lichaam. De kleur van bloed is de kleur van het leven, vitaliteit, energie, kracht en passie. En zo kan ik nog wel meer dingen verzinnen over rood. Maar het was in ieder geval een keuze om dit rode laken in deze foto te gebruiken. Alleen het punt is, dit rood is veel te schreeuwig. Dit rood is geen mooi rood. Dit rood haalt de aandacht af van mijn model en daar wil ik toch de aandacht op hebben liggen. Dus dit rood ga ik aanpassen. En dat ga ik doen in een paar eenvoudige stappen. Ik begin met het dupliceren van de laag door op ctrl-j te drukken. En je ziet rechtsonder dat ik er een laag bij krijg. En in deze laag ga ik eigenlijk een klein beetje de bite... Van het rood uh, veranderen. En dat doe ik heel simpel. Ik ga gewoon naar kanalen. En dan zie je vier kanalen. Je ziet RGB bovenaan staan, dat is de verzameling. En daaronder zie je de losse kanalen: rood, groen en blauw. En je kunt er gewoon even los op klikken. Dit is alle kleurinformatie uit het rode kanaal. En dit is hem allemaal uit het blauwe kanaal. En in het blauwe kanaal is de rode doek gewoon erg donker. En dat komt omdat er erg weinig blauw in een rode doek zit. En inderdaad. In het rode kanaal is hij dan weer veel feller. Klik je weer op RGB, dan zie je gewoon weer alles in kleur. Nou, wat ga ik nou doen? Ik ga een selectie maken van het rode kanaal. En dat doe ik door de ctrl ingedrukt te houden en gewoon op het rode plaatje te klikken. En je ziet, ik krijg een selectie. En deze selectie ga ik gebruiken in mijn gedupliceerde laag van net. Dus ik ga weer even terug naar lagen. Zie je trouwens het uh, lagenpaneel of het kanalenpaneel niet dan kun je hierboven bij venster nog gewoon kiezen voor lagen of voor kanalen. Maar met deze actieve selectie ga ik dus een laagmasker maken. En dat doe ik heel simpel. Ik klik gewoon op het laagmasker-icoontje. En je ziet er komt een laagmasker bij. En dat is meteen gevuld. Hou ik de Alt ingedrukt en klik ik op het laagmasker, dan zie ik alleen dit. Dit is mijn selectie. Hier ga ik dadelijk dingen mee doen. Je ziet verschillende dingen. Je ziet absoluut wit en je ziet absoluut zwart in dit laagmasker. Dat betekent dat mijn bewerkingen in het absolute wit dadelijk 100% worden toegepast en in het zwart worden ze 0% toegepast. En alle grijstinten die daartussen zitten, daar wordt het dus evenredig toegepast. Dit is echter wel gewoon een hele strakke selectie. Dit is eigenlijk gewoon meer een, een soort zwart-wit weergave van mijn foto. Dus dit ga ik een beetje vager maken en dat doe ik gewoon met filter vervagen. En dan Gaussiaans vervagen. Welke waarde je hier kiest, dat hangt een beetje af van de resolutie van je foto. Ga je erg hoog zitten, dan krijg je een erg vage foto. En dan krijg je ook een erg vage selectie. Dat is dan ook weer niet de bedoeling. En kies je een hele kleine straal, dan zie je dat er eigenlijk weer weinig verandert. Dus ik kies een straal waarbij eigenlijk de vervaging wel duidelijk aanwezig is. Maar waarin je bijvoorbeeld kleine details, zoals in het gezicht, nog duidelijk genoeg ziet. En ik klik op OK. Nu ben ik in feite klaar met deze laag en klik ik gewoon weer op de foto om de laag zichtbaar te maken. En nu komt de truc: ik zet de dekking van deze laag van normaal op vermenigvuldigen. En je ziet dat er het een en het ander verandert. Dit verandert echter wel over mijn hele foto, dat is ook weer niet de bedoeling. Maar als ik het bijvoorbeeld uitzet en weer aan, dan zie je dat er een duidelijk verschil is. Om dit toe te passen enkel en alleen op het rode doek kan ik mijn laagmasker aanpassen. Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van nou alles wat geen doek is, dat ga ik hier zwart maken. Maar dat is op op zo'n vage uh, laag een beetje lastig. Makkelijker om te doen en ik ga dadelijk nog meer doen namelijk en dat moet ook alleen op het laken gebeuren, is een groep aan te maken. Dus als je de laag hebt geselecteerd en je drukt op Ctrl G, dan stop je het in een groep. En ook daar kun je weer een los laagmasker opleggen. Nu is het laagmasker van de groep wit, dat betekent dat alles zichtbaar is, maar de bedoeling is dat we alleen het rode doek selecteren. Dus als ik op Ctrl-I druk, dan is heel mijn laagmasker niet meer zichtbaar. En als ik nou bijvoorbeeld even een stukje inzoom met een witte kwast en een witte voorgrondkleur zou gaan schilderen, dan zie je heel langzaam dat mijn laag daar toegepast wordt. Nou, nu is dit wat lastig om te zien, dus ik ga bijvoorbeeld nog een kleurtoon en verzadigingsaanpassingslaag toevoegen en die draai ik helemaal naar nul en dan kan ik opeens veel makkelijker zien wat ik aan het doen ben. Ik selecteer mijn laagmasker weer en ik ga gewoon even netjes deze selectie afmaken. En in de tussentijd zou je een kopje koffie kunnen halen. Uh, je zou ook gewoon even heel saai naar dit scherm kunnen blijven kijken. Wat jij eigenlijk het liefste doet. Oké, okay. je ziet nu dat mijn rode doek eigenlijk compleet zwart-wit is. En dat komt door mijn aanpassingslaag kleurtoon en verzadiging, die helemaal op min 100 staat. Zet ik hem uit, dan zie je weer gewoon puur de rode doek. Maar zet ik nu die lager onder aan en uit, dan zie je gewoon echt puur het effect wat dit heeft gehad in mijn rode doek. De verzadigingslaag die gooi ik niet weg, want die heb ik eigenlijk nog nodig. Want ik vind de verzadiging op 0%, wat dit is, vind ik eigenlijk gewoon te hoog. En ik zet hem gewoon op uh, min 45. Nu is het al een stuk zachter. En past het al een stuk beter bij de rest van de foto. Ik vind nog niet dat ik er ben. Ik vind bijvoorbeeld het stuk hier links en het stuk hier in het midden uh, iets te donker. En het stuk hier rechtsonder vind ik eigenlijk nog iets te licht en te aanwezig en te verzadigd. Dus ook dat ga ik aanpassen. En dat doe ik heel simpel met een aanpassingslaag curve. Laat ik eerst even de donkere stukken aanpakken. Ik sleep de curve gewoon ergens rond het midden omhoog. En het laagmasker draai ik om met Ctrl I. En vervolgens ga ik met een zachte kwast gewoon over die stukken heen. En ik kan er best buiten kleuren, dat is geen enkel probleem, want het wordt beschermd door mijn laagmasker van de groep. Dit kleurt al beter. En ik ga ook hieronder iets donkerder maken. En dat werkt hetzelfde. Ik maak een nieuwe aanpassingslaag, curve. Het laagmasker draai ik met Ctrl I om en ik schilder gewoon voor over het gedeelte heen. En je ziet dat dit donkerder wordt, maar ook omdat het donkerder wordt, wordt de verzadiging eigenlijk een klein beetje hoger. En dat ga ik weer aanpassen met een nieuwe aanpassingslaag, kleurtoon en verzadiging. Ga ik hier nu in schuiven, dan zie je dat dat weer gewoon over mijn hele doek gebeurt. En dat klopt ook wel, maar ik wil dit eigenlijk gewoon puur en alleen op dit stukje hieronder hebben. Op die aanpassingslaag van curve die ik daar straks gemaakt heb. Nou, dat is vrij eenvoudig te doen. Ik zou het laagmasker kunnen kopiëren, dat is één. Maar ik kan ook zeggen: deze kleurtoon- en verzadigingslaag hoeft alleen maar. Toegepast te worden op die onderste laag curve. Ik kan hem als het ware koppelen. En dat doe je heel simpel door de Alt ingedrukt te houden en tussen de lagen te gaan staan. Je ziet dan dat mijn icoontje verandert. Dit is met Alt ingedrukt en dit is het normale handje. Dus hou ik de Alt ingedrukt en ga ik er tussen staan. En ik klik. Dan zie je dat er ook een pijltje bij mijn aanpassingslaag komt. En dat betekent dat die aanpassingslaag is gekoppeld aan curve 2, aan de laag curve 2 in dit geval. Ga ik nu bijvoorbeeld aan de verzadiging trekken, dan zie je dat het alleen daar gebeurt. Nou, min 100% verzadiging is weer te veel. Maar in dit geval, min 36 is een aardige stap. En dan ben ik eigenlijk klaar. Als ik dan zie waar ik vandaan kwam en hoe het nu is. Dan past het al een stuk beter bij elkaar. Het is nog steeds duidelijker rood. Het valt niet helemaal weg in het bruin. Maar het houdt in ieder geval de aandacht bij mijn model. Als je nu zegt van ik vind het eigenlijk iets te weinig rood, dan kun je bijvoorbeeld de kleurtoon verzadigingslaag weer een beetje aanpassen. En het zo weer een beetje meer aanwezig maken. En om het compleet te maken, heb ik nog een groep met toning. En maak ik zo mijn foto gewoon af.